Dit is het programma De Verkiezingslink, een serie interviews bij Omroep Link met lokale kandidaten voor de verkiezingen voor de provincie en het waterschap de Hollandse Delta. Mijn gast voor dit interview is Wim Sjoukers. Wim, dank voor je komst. Mijn naam is Dick Boschieter en ik wou in ieder geval afspreken elkaar te tutoyeren. Als je dat geen probleem vindt, we kennen elkaar toch ook wel. Dus vandaar. Jij staat op de lijst en je bent lijsttrekker voor de waterschapspartij Hollandse Delta. Kun je misschien iets over jezelf vertellen? Wat doe je in het dagelijks leven? Even als inleiding voor de luisteraars en de kijkers. Allereerst bedankt voor de uitnodiging natuurlijk. Hartstikke leuk om hier te mogen zijn. Ik ben Wim Sjoukers, dus lijsttrekker voor de waterschapspartij Hollandse Delta. In het dagelijks leven nog steeds recreatieondernemer. Wij hebben een camping. Politiek gezien ruim 20 jaar in de gemeentepolitiek gezeten. Maar na de fusie ben ik gestopt. Maar ik wil me graag nog een keer inzetten voor het waterschap. Ja. Want ja, dat doe ik inmiddels ook alweer een 5 jaar in de VV. En ik hoop dat we toch een volgende periode door mogen gaan. Maar zijn jullie volgens mij de grootste partij? We zijn de grootste partij en dat hopen we ook zo. En dat willen jullie waarschijnlijk ook zo houden. Ja. Dat is natuurlijk wel de bedoeling als je de grootste partij bent. Überhaupt. Ik begrijp het. Je hebt je verkiesbaar gesteld weer. Voor de luisteraars en kijkers is het wel handig om te weten van wat is nou het belang van het waterschap? Ik kan het wel vertellen, maar ik denk dat jij het beter kan vertellen. Ja, ik ben geboren in het duingebied en daar hadden we altijd watertekort. Maar sinds ik in het waterschap zit, dan merk je ook dat er andere gebieden zijn waar toch veel de wateroverlast veel heftiger kan zijn. En ik denk dat het waterschap moet zorgen voor een goede waterbeheersing, waterkwaliteit, maar ook waterkwantiteit. Voldoende zoet en goed water voor iedereen, voor de agrariërs, maar ook voor de burgers en voor de drinkwaterinlaat bijvoorbeeld. Dus ja, dat is een speer, dat moet het grootste speerpunt van ons waterschap zijn. Ja, er zijn natuurlijk ongetwijfeld meer speerpunten. Een daarvan is toch ook de overdracht van de wegen naar de provincie en de gemeente. Hoe zitten jullie daarin? Want ik kan me zo voorstellen dat de gemeente en de provincie niet zitten te wachten op slecht onderhouden wegen. Nee, daarom moet het wegenonderhoud door het waterschap moet verbeterd worden. Maar wij waren altijd de voorstander om de wegen in eigen beheer te houden. Maar goed, de Verenigde Vergadering heeft anders besloten. En daar moeten we naartoe werken om het dan wel goed over te dragen aan de gemeente. En het ook de gemeente zover te krijgen dat ze dat op een fatsoenlijke manier overnemen. Maar ook dat het personeel en alle materialen daar geborgd zijn, dat we daar een goede bestemming voor krijgen. Niet dat we de burgers of de gemeente tot nog hogere kosten leiden dat we nu zelf hebben. Was dat ook, want je zei, ik proefde het een beetje van, het is nu eenmaal besloten. Eigenlijk, ik weet niet of ik dat goed interpreteer, zijn wij er eigenlijk niet zo heel erg voor? Of is dat een verkeerde interpretatie van mij? Nou, dat is nog steeds. We vinden eigenlijk de wegen zullen dan toch in het buitengebied in een gemeenschappelijke regeling vallen. En die hadden we in met het waterschap, was die aanwezig. Dus. Ja. En nu gaat het, hoe je het went of keert, de burger gaat het belag betalen, de inwoner. Ja. En daar hebben jullie wel oog voor. En dat is ook wel een eigenlijk iets waar je sterk voor wil maken. Dat de burgers van de inwoners van al die gebieden die deel uitmaken van de Hollandse Delta, dat die niet gelag gaan betalen, zeg maar. Ja, dat is een. Ik denk, er zijn een aantal gemeentes die hebben er een hoop voordeel bij. Ja. Maar er zullen er ook een hoop gemeenten zijn die een heel uitgestrekt wegennet hebben in de polders, in het buitengebied. Ja, en dat ga je toch merken in je portefeuille. Nu is een van jullie speerpunten ook kijken naar de verschuiving van lasten. Kun je uitleggen? Het is vrij cryptisch, maar dat is maar een stukje uit het programma wat ik heb gehaald. Maar misschien kun jij het zelf het beste uitleggen. Lasten tussen wie? Over wie zou dat dan gaan? Ja, vooral tussen inwoners en gebruikers. Ook de bedrijven die toch zorgen voor een hoop kosten met de waterzuivering, et cetera. Die zou je toch die kosten moeten verschuiven naar de inwoners, vanaf de inwoners naar bedrijven. Maar het moet ook veel eerlijker worden.
als je water verbruikt, moet je, en het moet verwerkt worden, ja, dan mag je ook naar je verbruik betalen. En ja. Zo zijn er nog veel meer zaken waar we toch wel tegenaan hikken dat het een eerlijke verdeling moet worden. Ja, de vervuiler betaalt, maar dan onder andere, en er zijn ook verbruiker veel, betaalt. Ja. En er zijn ook veel bedrijven die ja, toch extra vervuilen. En die moet je, daar moet eigenlijk ook wat aan gedaan worden. Maar bijvoorbeeld ook het verwerken van de medicijnresten. Maar dat is eigenlijk niet geen verschuiving van kosten, maar wel een bewustwording naar de mensen toe. Naar de mensen toe, ja. Nou, dat komt dan, komen we eigenlijk ook uit bij een van de laatste punten, voordat je straks de gelegenheid krijgt om in ieder geval nog eens in één minuut aan te geven waarom we op jou moeten stemmen. Maar de vergroting van de zichtbaarheid bij de burgers. Hè? Want je geeft eigenlijk al aan, je verwacht eigenlijk dat die burgers netter omgaan, hè, met wat ze in het riool stoppen. Maar wat doe je nou eigenlijk om de zichtbaarheid van het waterschap bij de burgers te promoten? Ja, wij proberen dat. Het waterschap is keihard bezig om dat overal neer te leggen van, nou, belangrijk, ons belang, waterschap, vooral de omgang met de toekomst, met de klimaatdoelstellingen, et cetera. Maar het is gewoon moeilijk om het over te brengen naar de inwoners toe. En daar zou je dus wat extra campagne voor. Ik denk dat er veel meer zichtbaarheid moet zijn voor het waterschap. Ja. Wat doen we? Want er zijn een heleboel onzichtbare dingen die het waterschap wel doet. Ja. Maar waar niemand eigenlijk het besef heeft dat het door het waterschap geregeld wordt. Dat kan ik me voorstellen. Overigens schiet me, voordat jij die één minuut van mij krijgt, nog één ding te binnen. Die hier ook in jou of in jullie verkiezingsprogramma staat. Graag heldere procedures met betrekking tot de omgevingswet. Is het zo dat jullie verwachten dat die omgevingswet nou een probleem gaat opleveren voor het waterschap? Of wil je daar wat... Ja? Nee, juist niet. Nee, de omgevingswet moet duidelijker zijn dat het waterschap in vooraf betrokken wordt met plannen die vooruit komen uit die omgevingswet. En nu loopt het waterschap achteraan. Een gemeente maakt een plan en dan wordt er uiteindelijk het waterschap... Hebben we het gevraagd van, wat denken jullie ervan? Ja. Het waterschap moet eerst kunnen zeggen van, nou, het is niet zo verstandig om daar een woonwijk te realiseren. Ik begrijp hem. De omgevingsvisie die straks moet worden gemaakt, waar de gemeente of het gebied duidelijk in moet maken van, wat willen we nou met dat gebied? Daar moeten jullie eigenlijk ook in passen. Volgens mij is dat ook de bedoeling van de omgevingswet. Maar ik begrijp dat je hem zo bedoelt. Een woonwijk ontwikkelen in een heel laag gelegen polder is misschien niet zo goed idee. Is niets. Nee, precies. Daar zou meer bij nagedacht moeten worden. Ja. Dan komen we ongeveer aan de minuut die ik jou nog geef om aan te geven waarom ze op Wim Sjoukes op nummer 1 moeten stemmen. Ja, uiteraard op nummer 1. Wij zijn een van de grootste partijen met lokale binding. Overal eigenlijk voortgekomen uit de gemeentelijke lokale organisaties. En die hebben we tot een verbond geleid tot de waterschappartij Hollandse Delta. En we hebben onze roots in alle gemeentes, alle gebieden, alle regio's. Dus vandaar, als u uw belang vertegenwoordigd wil zien, dan moet u op waterschapspartij Hollandse Delta stemmen. En dan op nummer 1 natuurlijk. Dat dacht ik al, ja. Nee, dat was wel te verwachten. Wim, bedankt voor jouw komst hier naar de studio en voor het interview. Ik wens je heel veel succes 15 maart bij de verkiezingen